Dankbaar dat wij mogen dienen. Ik heb gisteravond met mijn familie afscheid moeten nemen van mijn oma. En dat confronteert ons met onze vergankelijkheid. Dat laat zien dat wij mensen geschapen zijn uit stof en zullen terugkeren als stof. En dan maak ik me soms zorgen en soms ook een beetje kwaad als mensen tegen ons zeggen: wat zijn jullie toch overdreven met Jezus bezig? Want het enige wat wij willen is verlossing krijgen. Het enige wat wij willen is in de hemel komen. Het enige wat wij willen is een levende relatie met onze Heer Jezus Christus. En laten we dat dan ook doen zoals Jezus ons heeft opgedragen. Namelijk door elkaar te dienen. Door van elkaar te houden. Laten we niet meer zeggen dat we overdreven zijn, want het kan niet overdreven zijn. Christus zelf zegt: wie meer houdt van zijn vader of van zijn moeder is mij niet waardig. Wie meer houdt van zijn zoon of van zijn dochter dan van mij is mij niet waardig. Laten wij Christus op de eerste plek zetten. En dat doen wij door van elkaar te houden en elkaar te dienen. Simon en ik hebben dit gewaad niet aangedaan om te laten zien hoe goed wij zijn, maar omdat wij samen met jullie deze reis willen maken. Als wij jullie kunnen helpen, dan willen we dat graag doen. En daarom stellen wij ons dienstbaar op. En dat is ook de hele kern van onze kerk en van ons geloof. Dat die zijn.